wees jezelf. Hallo, goedemorgen! Hi. Het is woensdag vandaag en we beginnen de dag met een... We hebben een beetje haast, want het is al 12 uur en ik heb Jola net opgehaald van school. We hebben gefietst en gereisd, want we willen de film van 12:30 halen. Van, hoe heet die film? Jamila? Janilla? Jamila. Jamila. Ja. Jamila. Dat is een YouTuber. Oké, we gaan het zo vertellen allemaal. Oké, ja, Misfit heet de film waar we naartoe gaan, jongens. Misfit. Ja, we zijn dus natuurlijk een beetje laat gestart deze vlog van deze dag. Maar ik had gewoon niet zoveel boeiends gedaan. En ja, dus ik dacht, we starten hem gewoon als Jola weer terug is. Want het is natuurlijk woensdag en dan doen we altijd wat met z'n tweeën. Of meer, maar in ieder geval met z'n tweeën. Toch, Jol? Ja. Yes. En nu gaan we dus naar Misfit. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij is het wel een film die we alle twee leuk vinden. Mama heeft mijn brood meegenomen in mijn auto. Zaandam. We gaan naar de Pathé in Zaandam, omdat het daar lekker makkelijk is met parkeren. Hè? Ja. En dichtbij voor ons. Oeh, we zijn op tijd trouwens. We made it. Oh, Jola op de paarse loper. Woehoe! Oh, nou, we moeten gaan zitten op rij 6, stoel 8 en 7. 6, 7, 8. Ja. Gezellig. Dat meisje, dat vriendinnetje, die nieuw was op die school, dat Jamila, die... Die jongen op haar verliefd was. Dat dacht ik toen ze die telefoon pakte. Lang verhaal, maar het was een hele leuke film. Hè? Hij was superleuk. Het einde ging erom. Het belangrijkste van het verhaal was dat je niet altijd ergens bij hoeft te horen, maar dat je juist jezelf bent. Inderdaad. Dus wees jezelf. Oké, we zijn even in de Sarah en Jola die is alweer voor zichzelf aan het rondkijken. Hey, zie je iets vets? Die lijken er ook wel op, hè? Kijk er dan. Ik ben vol. Vind je dit niks? Ik ben vol! Ja, ik ben vol. Zomaar even besloten om een bril te kopen. Echt heel erg nodig. Nou, even kijken. Doe mij maar een Ray-Ban. Een Ray-Ban. Pas op. Ja. Ik heb deze genomen. Deze? Oh, die. Ja.
waren dus in de uitverkoop. 30% korting. Dus ik dacht, laat ik eindelijk eens een keer een normale bril kopen. In plaats van zo eentje van 3 euro. En ik heb het echt nodig, want ik heb de laatste tijd echt... Dat ik echt vaak een zonnebril op wil. Ja, die heeft ze nodig. Meer nog dan schoenen. Dus schoenen skip ik nu nog even. Heel blij mee. Ziet er heel strak. Heel strak heeft hij hem gemaakt. Een stukje hier vanaf gehaald. Hier vanaf. Schijnt dus dat het normaal altijd veel te lang is bij mij. Dat daardoor altijd mijn brillen afvallen. We zijn aan het wachten op de Dr. Martens. Ga maar ook even goed kijken. Het gaat vooral om hoe ze zitten, joh. Het is wel strak. Want ze zijn in het begin een beetje stug, hè? Ja, in het begin stug, ja. Het valt me nog mee hoe zeg maar, die meisjes allemaal oplopen. Ze vinden ze allemaal wel lekker zitten. Ja, wel. Nou, Jola heeft nu toch besloten dat ze deze wilt. Want die zitten lekkerder. Die zijn ook wat minder stug dan die Dr. Martens, hè? Ja. En ze zijn veel goedkoper. Ha. Je moet eerst het geld erin doen. Kan je daarbij? Dat ik erbij kan. Ja. En dan druk je hem in. Deze of in deze? Die. Oh, lekker. Daar zijn we weer. Ik zit weer aan de patat. En Jola mag voor één keertje vlees. Een frikandel. Maar weet je wat het is? Ach, zeg maar niet. Af en toe mag het wel even. Ja. Ja. En Febo, een Febo frikandel is minder erg dan dat je zou denken. Ik ben namelijk een keer in de Febo fabriek geweest. Kijk maar in de video hierboven. Dat was echt super leuk en daar zag ik dus echt wat gemaakt werd. We zijn even in de Primark. Maar die vind ik leuk. Leuke trui. Leuke sweater. We hebben dit jaar papegaaien, uilen. Oh, deze is leuk. Deze vind ik leuk. Maar ja, ik heb nog zoveel van die pakken. Van Bel en Beest en nog. Nou, het kan nog best wel zo'n broek. Ja? Ja, kijk, dit is gewoon best wel. Dit is best wel los. Ik wil zo'n broek ook. Wil je ook zo'n broek? Ja. Echt? Wauw, wauw, wauw. Jee, wijpijpen. Vet. Ik wil ook zo'n broek. Deze is wel een beetje bizar als je zwaar bent. Maar. Want zij zit wel heel heftig hier. Nee, laat zien, laat zien. Maar hij kan wel. Maar ja, ga ik dit echt aandoen? Neem hem alleen die zwarte. Oh, je hebt ook zo'n broek aan. Ja, dat denk ik. Mooie wijpijp. We gaan de auto wassen, want er zit allemaal keit op. When you wake up in the morning and you're walking down the street, the wind in your face. Ja, nou lekker dan dat, dat de borstel het niet doet. En bedankt weer. Schiet er niet op zo. Can't hide it. Oké, we gaan even snel een kleine boodschap ook nog doen. Ja, wil je wel. Want Bart's ouders komen eten. Jacqueline en Harold. Want
er is iets heel belangrijks aan de gaande. Jacqueline en Harold gaan morgenochtend vertrekken naar Spanje. En niet zomaar even op vakantie. Nee, ze gaan daar wonen. Een jaar. Nou ja, in eerste instantie een jaar, maar waarschijnlijk blijven ze daar forever and ever and always. Dan gaan wij dus heel vaak naar... Ibiza? Nee, ze wonen niet op Ibiza, gewoon Spanje. Naar Spanje. Ja, zou moeten, hè? Oké, let's go. Allemaal poppetjes. Zo, eet smakelijk. Ja, als ik verdrietig ben dat ik jou niet zie. Jullie zijn in de laatste vlog vandaag voorlopig. Ja, hè? Ja, dat zeker. Laatste vlog voorlopig. Ja. Oh. Misschien nog op een FaceTime vlog. Oh ja, dat wel, ja. Oh, baby kleertjes. Zijn roze. Een roze? Dat is een bijna. En een blauwe. Ah. En twee eten. En dit, ja, dit is, heb jij wel aangehad. Met gimpjes toch? Oh, dit heeft Bart aangehad. Hoe cute. Het opgerolde pijpjes. Zou ik hem nog passen? Die stapt er zo in. Het stond echt heel stoer. Ja, met die ritslijst van Bart. Hoe leuk. Die is echt leuk. Nou, die kan ook voor een meisje hoor. Ja, als je dat gewoon leuk met iets roze of zo erbij. Ja, dat is hartstikke leuk. Deze was van prenataal. Kijk, dit kan voor ze allemaal. Ja, dat kan ook. Voor ze allemaal. Zo, dat was best even een pittig afscheid. Vooral voor Jol. Jol was echt enorm aan het huilen. Dus dat hebben we verder maar niet meer gevlogd. Maar... ja, toch best wel een beetje heftig, hè, schat? Ja, ze ineens weggaan. We wisten het wel. Onverwacht klinkt net alsof we pas vandaag wisten dat ze wegging. Ja, maar ja, als het ook echt daadwerkelijk gebeurt, dan besef je eigenlijk pas van, oké, het is wel een half jaar. Of een jaar. Nee, een half jaar. Het is wel een half jaar. Een half jaar, nee, een jaar. Een half jaar, dan komen ze toch voor de, als de baby's geboren. Oh, voordat we ze überhaupt weer zien. Ja. Ja, maar ja, je weet het niet. Misschien dat we nog wel een keer naar Spanje zijn ja, voor die tijd. Wel. We zullen het zien. In ieder geval, het was wel een beetje heftig. Ik hoop dat alles goed gaat met ze in ieder geval. Maar dat zal allemaal wel. Anyway, ik ga Bart helpen met opruimen en snel gedag zeggen. Want mijn batterij knippert al de hele tijd. Hartstikke bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. En natuurlijk weer tot morgen. Niet vergeten te abonneren als je dat nog niet bent. Want dat is gratis. Doei. Doei.